Ja, hier naast mij staat een trotse voorzitter, Rick Wintering van Koudekerk. Gefeliciteerd, Rick. Dankjewel, Kees. Super dag zo. Echt. 17 jaar geleden, hoorde ik je zeggen. Ja, 17 jaar geleden, 2004, 2005. Dus het was er weer hard aan toe, zeg maar. Ja, het zat er ook wel dik in uiteindelijk. Hè. In de voorbeschouwing in de bestuurderskamer hadden we het nog over doelgemiddelde en zo. Maar ja, dat is toch eigenlijk nergens of nooit van toepassing geweest. Nou ja, ja, het ging toch wel hard in Teylingen bij Teylingen. 10-1 uiteindelijk daar. Dus dan is het toch even, zolang het hier 1-0 is, dan word je toch niet heel vrolijk van. De zenuwen sloegen wel toe, mag ik zeggen. Heb je met billen geknepen op de bank gezeten? Nou, ik stond er meer naast, maar ik was erg blij dat de 2-0 viel. Hey, jij hebt een super eerste elftal. Niet alleen die spelers, maar ook de staf eromheen. Hè? Dat mag ook wel eens gezegd worden. Doen hartstikke goed werk volgens mij. Ja, zeker. We kunnen alleen maar trots zijn op deze spelersgroep, deze staf, de sponsoren die we hebben. Eigenlijk op de hele vereniging, want dit straalt af op de hele vereniging. Super. Volgend jaar naar die begeerde derde klas, dat was de doelstelling uiteindelijk. Nou, die is gehaald. Wat betekent dat nou voor zo'n club, voor de club zelf? Nou ja, dat we nog meer mooie voetbaltegenstanders gaan krijgen. Dat er hopelijk nog veel meer mooi voetbal te zien is hier. Dat het publiek nog meer hier naartoe komt. En dat Koudekerk ook in de regio gewoon echt een aansprekende club blijft. Zou het ook nog kunnen betekenen dat de spelers van buiten afkomen? Ja, alles kan. Maar ik ga er niet vanuit. De technische staf is daarmee bezig. En die regelt dat allemaal. Daar hoef ik als voorzitter gelukkig geen dingen in te doen. En ja, Koudekerk kan altijd leden gebruiken, dus als de spelers hier naartoe willen komen. Het zal misschien niet direct voor het eerste zijn, maar ja, iedereen is welkom. Ja, er worden weinig huizen gebouwd in Koudekerk, hè? Dus er moeten wat huizen gebouwd worden. Ja, daar zijn we hard mee bezig natuurlijk, samen met de gemeente. Die heeft een mooie plan al en ik hoop dat die heel snel erdoor komen, dat we echt snel huizen hebben. Dan hebben we weer jonge aanwas extra. Wat is het programma voor vanavond? Weet je dat? Ja, feestvieren. Eén groot feest vieren en het zal tot lang doorgaan. Het zal lang onrustig blijven in Koudekerk, denk ik.